tafel. Toedeloe! Een hele goeie. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe. Vlog. Wij zijn de. Familievloggers. En we liggen lekker te chillen met z'n allen in bed. Gisteren was er iemand jarig. Ja. Wie was er gisteren jarig? Ik. En vandaag hebben we jou. Kinderfeestje! Yay. Maar voordat het kinderfeestje is, gaan we eerst lekker met z'n allen chillen in bed en kijken naar de... Kids to Kinder! Duimpje omhoog, want Luan Bellinga staat op nummer 2. Dat sta je nog steeds op nummer 2, jongen? Ja. Wauw, dankjewel allemaal hoor. Heel erg leuk. Ja. Wij zijn weer lekker beneden. De vlaggetjes die hangen nog van gisteren. En de kinderen zijn even lekker aan het spelen. Hey, met de speeltjes die ze gisteren hebben gekregen. Luxie is hier met de LOL-auto aan het spelen. Zal mama even een lekker ontbijtje maken? Ja. Oké. En we gaan natuurlijk een lekker croissantje maken. Lucilla's lievelingscroissantje met... Hagelslag. Hagelslagjes. En dat vindt Luxie volgens mij ook wel lekker, hè? Ja, vind je ook wel lekker. Zo, even lekker aan het ontbijt. En ze kijken even Jill, hè? Jill. Ja. Vandaag heb je deze hele mooie glitterjurk aan en mooie hakjes erbij. Maar wat gaan we vandaag doen met jouw kinderfeestje? Op ballet. Wij gaan balletten, liefie. Wauw, mooi schatje. Lucilla is op het moment heel erg fan van ballerina's, van balletten, van dansen. Ze staat altijd rond te draaien en te swingen en te zeggen dat ze een ballerina wil worden. Dus vandaar dat het ons misschien wel heel erg leuk leek hoor, om als thema van haar verjaardagsfeestje ballerina balletten te doen. Omdat ze dat echt super erg leuk vindt. En ja, natuurlijk ook heel erg leuk is om feestjes te vieren. Is ook de balletjuf ook erbij? Ja, balletjuffrouw is er ook bij. Dit is heel leuk, de balletschool waar we nu straks balletten gaan volgen voor de meisjes. Kan wel balletlessen. Die, ja? De balletschool waar wij zo meteen heen gaan, waar we het kinderfeestje van Lucilla gaan vieren, is Div Dance Center. Dit danscenter hebben Daniel en ik al voordat wij kinderen hadden, volgden wij daar al stijldanslessen. En nou, toen kwam Lucilla, toen hebben we natuurlijk daar peuterdans met haar gedaan. Vond ze super leuk, maar door de basisschool is ze daarna ook gestopt, omdat we de basisschool alweer even een nieuw druk iets zat vonden. Maar nu gaat ze toch weer iedere keer vragen, oh mama, mag ik weer op ballet, want dat vond ze toen zo leuk. Dus dat hebben we besloten haar weer op ballet te gaan doen. Maar voordat ze op ballet gaat, gaan we eerst haar kinderfeestje vieren. En dan eind maart, dan start ze weer met haar balletlessen, schatje. En dan wordt ze weer een echte ballerina. Inmiddels zitten wij beneden en gaan wij de verjaardagsweggeefzakjes maken voor de kindjes. Voor het verjaardagsfeestje als het afgelopen is, krijgen ze altijd een leuk zakje mee. En we hebben speciaal in het thema van ballerina superleuke ballerina zakjes. En hier hebben we alle dingetjes die in het zakje komen. En Lucilla die gaat zelf de zakjes maken, liefie. Dan doe ik een mooi sterretje erin. Mm-hmm. En dan een lekker, maar mooie hagelakje. Nagelakje. En nu een lekkere bolletje of zo. Snoepje. En een mooi ringetje. Een lichtgevend ringetje. Slingertje. Ja, zo'n slingertje. En een toetertje. Een toetertje. En een mooi zakje. En een zakje snoep. Ja. Oh, een mooi schatje. Eentje. Dit is de eerste. Dat is de eerste. Ja. Nog 7 te gaan. Ja. Ja. Goed gedaan. De zakjes zijn klaar. Hier hadden we nog iets heel leuks binnengekregen. Een hele leuke ballerina jurk ballon. Dus die gaan we eens even opblazen. Niet zo snel. Even kijken hoe het gaat. We hebben de grote ballerina jurk opgeblazen. Dit is het. Het is een hele grote dikke jurk. Dat ziet er grappig uit. Hij staat je ook nog als hartstikke leuk, Sil. Dan kun je hem zo ophangen. De tietjes. Silla. En dan hebben we ook nog deze superleuke ballerina slingers. Ik weet niet hoe dat moet. Silla die heeft hem al uitgetrokken. Kijk. Zo'n ballerina schoentje zit er aan. En die kan je dan ook ophangen. Dit is een leuke ballerina. En ondertussen zitten we even lekker aan een boterhammetje. Want het is alweer middag. Dan hebben we de buikjes zo meteen lekker gevuld. Heb je er een beetje zin in, liefie? Ja! En Luan die gaat mee. En die is de grote...
Broer? Ja, broer of helper, hè? Je gaat mama en papa een beetje helpen, hè? Want we krijgen 5 meisjes. Dus dan hebben we totaal 6 met Luxie erbij. 7 meisjes. Op naar de balletschool. Ja. Zo, en we zijn aangekomen bij de... balletschool! Ja, we hebben het kinderfeestje van Lucilla gaan vieren, hè? Ja. Lucilla heeft de ballonjurk. Die is een klein beetje leeggelopen, maar goed, dat maakt niet uit. Heeft ze ook mee. En we hebben natuurlijk de taart mee. En de lekkere hapjes en snapjes hebben we mee om straks lekker te gaan eten. En hier moeten we zijn. Kijk. Hier moeten we naar binnen. Ja, hallo. Hallo, jij, Griet. Een hartje geven. Gefeliciteerd met je verjaardag. En hoe oud ben jij geworden? 5. Wat een mooie leeftijd. En wat heb je voor moois meegenomen? Ja, ze hadden een klein beetje leeggelopen, maar dat is een ballerina jurk, hè? Zo, wij zijn hier aangekomen. We hebben hier een supermooie tafel. Die gaan we even helemaal mooi klaarmaken met de ballonnetjes en dingetjes. Daniel gaat even lekker met Luxie wandelen, want het is tijd voor haar middagslaapje. Pas even goed opladen. En kijk, Luan die blaast de ballonnen op en Lucilla die mag ze ergens mooi ophangen, hè, liefie? Ja, en je mag de kleurtjes uitzoeken. Zoals roze. Ik wil deze 3 kleuren. Die oh, die wil jij zelf opblazen. Helemaal goed. Heb je nog potjes mee, die mee. De tractatie was nog over van de verjaardag. Die hebben we ook nog meegenomen. Is precies genoeg. Dus we gaan even deze tafel mooi maken. En we hebben trouwens die slingers. Kijk, die konden we hier mooi aan de lamp ophangen. Helemaal in het ballerina thema. Dat is leuk, Cecile. Oh, ja, knoop je erin? Ja. Oké. Goed, Cecile. Spierballen heb jij. Kijk, zit Ranja al op tafel. Nou, de tafel is gedekt. De kids zitten allemaal gezellig aan de tafel. Maar voordat we de kaartjes gaan uitblazen, gaan we natuurlijk eerst nog lekker... liedjes zingen. Zingen! Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de Goria, in de Goria, in de Goria. Ik ben een piep. Meegekregen van school. Dat is logeer, knuffel van de klas. En die is nu bij Lotte aan het logeren. En die mag mee naar jouw feestje. De derde keer. De derde keer? Ja, want zij was ook eens toen Luan. Wauw, wat leuk lieverd. Nee, dat je zo'n logeetje hebt. Ja, die gaat meedansen. Ze doen de meisjes aan moeder. Ja, dat is wel beter. Ik denk dat we Croco een ballerina jurkje aan doen. Nee. Of niet? Ik kom nog joep. Wow, Alice mee. Schatje. Dat is best knap. Wat is dat? Van je haar. Oh. Van je haar doen. Dan moet je in je haar kijken. En wat nog meer. Wat zou dat zijn? En dat kan je in een tasje doen. Mooi, liefie. Wat zeg je dan? Dank je wel. Moet gewoon alles. Wat is dit? Dat is voor je armbandje. Kan je zelf, is een horloge toch, zie? Ja, dat kan je zelf maken. Wauw, oh ja, dat is het klokje en die kan je dan in het horloge doen. Dank je wel. Nog meer. Ja. En een pop. Ja, de pony. Ja. Lego. Ah. Oh, mooi. Dat is een echte schoolpen. Die heb ik niet. Het is een aapje. Oh, een baby aapje.
Die kun je volgens mij om je vinger doen, of niet? Ja. Ah. Nee, die, denk het is die voor je... Voor je sleutelhanger. Ja, sleutelhanger. Ja. Een school! Nee, kijk. Hier kan je allemaal inschrijven dat je met die pen kan met mij... Ja, dan kun je met haar pen en haar boekje kan je wat erin schrijven. En nog een balletje. Een soort bal. Een surprise-ei. Dat kan hij dus niet, want die is klein. Nee. Oh, het is wel een surprise-balletje. Sophie? Oké. Okay. Ik weet dat die meisje heeft. Ja, Jill. Die is ook leuk. In Misfit. Maken. Leuk, Siel. Wat zeg je dan tegen je vriendinnetjes? Dankjewel. Luxie, die is weer wakker. Wat zit erin? Oh, een unicorn sleutelhanger. Huh? Ah. Oh ja. Silla. Oh, wat leuk. Wat goed uitgezocht. Wat toevallig. Nou ja, we hebben hier superleuke tutu'tjes. En die mogen ze aan. Lucilla heeft natuurlijk van haar verjaardag een balletpakje gekregen, dus die moest mee. Die heb ik ook. En dan gaan we nog een mooie lippenstiftje opdoen. Weet je, ik heb die ook. En ja, die blush. Ja? Ga maar zitten, schatje. Nou, ze staan hier in het rijtje. Oké, okay, Lucilla. Even zo. Ja, dat weet ik. Zo, nou. Mooie ballerina. Hm? Zo. Nou, Lucilla doet het voorbeeld make-upje. En Lucilla, dat wil ik ook. En alle vriendinnetjes ook, hè? Oh. En dan gaan we balletlessen. Wow. Zo. Ja. Nou. Hoe vind je het resultaat, ballerina? Is mooi zo? Ja? Nou. Nu alle ballerinatjes mooi zijn opgetut en de rokjes aan hebben, zijn we hier in de balletzaal terechtgekomen. Waar we lekker gaan dansen met z'n allen. Oh.
Heel goed. Mooi, Luxie. Ik ga even een treintje even aanleren. Ga je heen en weer? Heel goed. Dan draai je nog een keer een rondje. En dan ga je nog een keertje met je schouders. Oké, het dansje gaat zo beginnen. Je gaat beginnen met je hoofd. Daarna gaan we door onze knieën. Dan gaan we heel mooi met ons parapluutje naar de hond. En weer een draaitje. En weer met je schouders heen en weer. En dan gingen we hem omhoog doen. En dan ging je helemaal vooruit. Nog wat drinken, want de kinderen zijn helemaal moe en bezweet en uitgeput van het dansen, lieverd. Dus dan gaan we eens eventjes kijken of we nog wat lekkers kunnen drinken. En dan gaan lekker snoepie erbij. En dan komen zo de papa's en mama's de kindjes weer ophalen. Maar kijk, we kunnen hier nog eventjes die kant op daar, want daar hebben we de verjaardagstafel staan. Waar we nog even lekker kunnen spelen en nog even lekker wat kunnen gaan drinken. Ja, vond je het wel leuk? Ja, hè? Zo, nou hebben we hier nog een lekker chippy. En een lekkere grote limonade kan. Even weer wat lekker drinken. Even lekker aan de tafel buiten komen met een lekker chippy en limonadetje. Kijk. En we hadden nog tractaties over van school. De Oreo lollykoekjes.
Die hebben we ook nog, hè? Ik ga nou, hem opeten. Vonden jullie het leuk het dansen? Was wel gezellig, hè? En Luxie die speelt nog even met een ballon. Nou, schatje. Lucilla en papa en mama en Luan en Luxie en alle vriendinnetjes. Super leuk dat jullie er waren vandaag. Wij hebben ontzettend genoten. Ik hoop jullie ook. En we hebben hele leuke kleertjes allemaal van dit. En jij mag van ons een truitje uitkiezen die jij het allerleukst vindt. Dan ga ik dat voor jou regelen. Goed? Zo, was dit een leuk kinderfeest, Lucilla? Ja. Zeggen we dan dankjewel, Div Dance Center. Toedeloe. Nou, het was echt een superleuk ballerinafeestje. Vond je het ook weer een leuke vlog? Doe even. Dankjewel. Oh, vergeet niet te abonneren en klik dan op het belletje. Zie je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Tot ziens. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.